Ey, 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 ey. Ey, ik lig rustig in het gras. Ja, dit is waar ik denk ik nog niet eens aan mijn muzikale proces ben begonnen, maar wel waar ik wel een beetje ben gevormd. Van mijn 11e tot mijn 18e jaar heb ik hier gewoond. Vindt hij wel rust, weet je. Als je even voor je creatieve proces rust nodig hebt, dan is dit wel echt de plek waar je naartoe moet. Ja, er zijn zoveel plekken waar ik kom in een jaar en ik wil in elke stad op het podium staan. Maar er voelt echt niets als thuis. Ik heb wel mooie momenten meegemaakt in Ommert. Hier aan de Kano-vijver illegale feestjes organiseren en wachten tot de politie komt eigenlijk. Je hebt hier zeg maar de ruimte om kattenkwaad uit te halen, zou ik maar zeggen, weet je wel. En is hier dan ook de ruimte om je muzikaal te ontplooien? Weinig. Maar ik zou wel, wanneer ik dadelijk wat verder ben, ook voor Ommert wel wat dingen qua muziek willen doen, weet je. En wat denk je dan aan? Sowieso aan workshops, aan kleine festivalletjes voor kinderen, optredens, creativiteit spotten die hier is. Dat zou wel iets zijn ook, dat ik wel zou willen bereiken hier zo in mijn eigen wijkie. Ja, jij dacht dat ik van jou was, daar had je gelijk in. Hier gebeurt het voor mij in ieder geval. Lissaton en Young Jetski, altijd in de building. Zijn studio. Altijd in de building. Ik ben zo blij dat hij mij op sleeptouw neemt. Anders zou ik niet weten waar ik heen moet komen. Wat is de kwaliteit van zijn ton? Dat hij zo sarcastisch is dat je altijd huilend naar huis gaat als je zeg maar muziek met hem hebt gemaakt. Dat is één kwaliteit. Weet je wel, hij is gewoon super eerlijk. En dat brengt hij ook nog eens met humor. Dus je hebt altijd een soort gniffel van die belastinglijn. Ja, zo, ja. Ik kreeg een brief van de belasting. Ik had al jaren niet betaald. Want ik kom van Rotterdam. Ik dacht dat het me lekker afging. Vakantie, maar zij incasseerde mijn 13e maand. Vakantie, naar Schiedam. En ik vind de kwaliteit dat hij gewoon live heel sterk is. En dat is, ja, dat is gebleken tijdens grote prijzen eigenlijk. Ja, hier zijn feestjes. Die beginnen in de naam. Maar hoe leuk is het als je underdog bent en je wint het? Ja, wat is er beter om een grap winnend af te sluiten eigenlijk, weet je wel? Dat is misschien wel een van de mooiste dingen die er is. Willen jullie me zien, kunnen jullie 30 januari in de Melkweg de grote prijs van Nederland finale bijwonen. Kom het checken, man. Dan gaan we samen een liedje zingen met z'n allen. Ik zou het leuk vinden. Dus dit was Lissaton. Ciao.